Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan we naar Paradiso. Dat is dus deze winkel met deze clown erop. Ik heb voor de allereerste lockdown, de tweede lockdown, de tweede golf, eigenlijk toen kwam, dat is misschien al een golf, dus weet ik veel. Heb ik toen voor zo een ijzerke gegaan. Voor achter op mijn fietsen plaatsen dat ik met de fietskar van Enzo ook kan rijden eigenlijk. Nu hebben ze gebeld naar mijn broer. Daar zat die nummer dan toch, dus kun je beter bellen naar daar. Om er om te komen, want ja, nu zijn de winkels open, dus nu kunnen we daar om. We moeten ook deze papieren meenemen en dan krijgen we dat normaal gezien zo mee. Dus we gaan dat proberen of dat we dat zo meekrijgen. We zijn eens benieuwd hoe dat gaat verlopen. Voor de rest is er niet zo heel veel, want ik zeg het, de bankkaart is nog steeds niet terug. Die is geblokkeerd, dus ja. Veel kunnen we dus niet doen. Dus ga ik nu maar eens gaan kijken. Dat is niet zo heel dicht bij de deur, dat is zo echt richting waar mijn broer woont. Waar mijn broer woont ga ik natuurlijk niet vertellen, want ja, dat is er ook eens, dat mag niet op de vlog. Maar het is toch het kind, weet jullie het ster zijn, daar nog over eigenlijk moeten wij zijn. Dus het is wel redelijk ver, niet zo heel dichtbij, maar ik neem nu gewoon mee in het verhaal. Dus dat gaan wij nu eventjes doen. Dus ja, we zien het wel. Wat de dag eigenlijk een beetje brengt vandaag. Maar dan hebben we toch in huis en dan hoef ik ook, het gaat niet van de eerste keer zijn, dat ik met die fietskar mag rijden. Want ik moet ook nog eerst oefenen met die fietskar en zo van dingen zonder Enzo er natuurlijk in, want als iets gebeurt, ja, je verstaat het ook wel. Hè. Maar we gaan er eerst eens een keertje op. Zo, ik sta hier nu op de andere winkel. Ik zie hoe druk het is elke keer dat er al passeren. Maar ook door de regen is het zicht eigenlijk wel een beetje minder dan anders. Koud is het niet, maar het is wel een beetje lastig. Dus ik sta hier nu aan de winkel. En in deze winkel gaan we naar binnen gaan. Hoe het allemaal zit, dat weet ik ook niet. Dat is ook de eerste keer dat ik iets kom halen, dus dat kan ik helaas niet vertellen. We moesten wel natuurlijk altijd een mondkapje opzetten. Toch hier in België, niet dat in andere landen zit, maar we moeten altijd ons mondkapje op. Dus en nu ga ik kijken of ik een kunnen zo'n karretje pakken en gaan we naar binnen. Door gisteren te lopen met de begeleider doet mijn knie extra pijn. Dus ja. Ik weet dat niet. Ik ben nog niet zien geweest op het salon te pakken. Dus ik kan het niet. Wait. Is er dat wel? Hoe je dat goed naar de kast gaat komen? Ah ja, oké. Deze gaat hier achteraan in het magazijn gaan afgeven. Dus okay. Dat is met een auto naar achter toe rijden. Ah ja, ik ben met de fiets, dus dat is wel met de fiets. Ja, ik kom ook op mijn fiets, daar is geen probleem. Ja, het is mijn eerste keer ermee. Ook, ja, dankjewel. Okay. Ik wil het meegeven, zet karakter. Zo, laat ze er vanaf. Oké, gaan we eens kijken. Ik ben nooit geweest. Het is altijd de eerste keer ook. We moeten dus naar achterhalen, ik naar daar. Zeg, het is de eerste keer, ik ben er nog nooit geweest. Dus ze mag mijn broer altijd mee, maar nu doe ik het dus alleen. En je kent dat. Dat is natuurlijk spannend. Hè. Ja, we gaan met de fiets op daar. Eens kijken.
zijn is. De vlog content. Waar is het nog eens? Laden en posten aan de pijl. Dus. Daar is waar je moet zijn. Ik ben nog nooit geweest, dus ik weet niet waar het moet zijn. Ik sta op het parking. Ik mag er zijn. Ik sta er een koeien van letterop. Ja, ik ben nog nooit geweest, dus ik moet er blijkbaar die kant uit. Ik pak even de fiets om, dat ik anders niet kan filmen en wij gaan niet samen. Zoals jullie wel weten, dat is gevaarlijk. Dus moet ik dat even zo filmen voor jullie. Voor de veiligheid natuurlijk, hè, want ik zou niet willen dat jullie het voorbeeld overnemen van mij. Dus het magazijn. We mogen naar het magazijn. Dan komen we er ook eens in het magazijn. Is dat er zo'n hele grote toren, de watertoren, denk ik dat is. We gaan eens kijken. Hè. Waar moeten we zijn? Nog nooit geweest, hè? Afhaling, levering. Fysiek parkeren. Het was spannend, ik heb het. Zeg het, hè. Ik ga die gewoon zetten, dus als die wordt gepikt, is klein. Hier, hè. Moet ik daarom bellen? Ik heb hier vreemd. Ik wil er hier bellen, alsjeblieft. Ik wil bellen. Zet het aan. Verantwoordelijke magazijn op afdeling, alsjeblieft. Verantwoordelijke magazijn. Oké. Ze staan hier voor de deur. Spannend, hè. Ja, het regent wel. Ik moet op ik sta. Goed, als. Ja, dat kan ik verder. Maar alles is de eerste keer, dan moeten we weer die gevallen weg terug. Ik denk dat het echt die gevallen weg. Normaal. Maar ja, we doen het gewoon maar. Ik zou van gezellig met hem vergeten thuis. Dat is wat we moeten hebben. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt, hè. Dus dat hebben we meegekregen. En dat komt dan op de fiets te staan. Alles hier in de fietstas. En dan doen we dat ook weer al, hè. Dan zijn we weer terug. Richting huisvaart. Waarom doe ik deze muts soms af? Dat is een reden eigenlijk, omdat dat onder de helm gaat. Wel, maar je bent bang dat die lettertjes eraf willen gaan. Dus doe ik altijd een andere muts op. Dan uit er veel mensen die moeten dat afhalen. Ik zie alleen mensen kijken zo van het filmpje. Ja, naar mij. Dus we gaan nu richting. Het weer was echt niet te doen. Je kunt het zo een beetje voorstellen eigenlijk. Ik zal het even stoelen, dat ik afkrijg. Dit, wacht even. Hè. Dus, ja. Dus je kunt het een beetje voorstellen als dat je alleen maar dit ziet. Dus mij niet, maar alleen dit. Zo zag het er heel de tijd uit. De hele tijd zag je dat licht.
heel de tijd van auto's. Dit zagen wij, dat zag ik op dingen. Gelukkig na een tijdje begon het wel beter te worden. En dat was wel leuk, want het was echt gevaarlijk om te fietsen op een gegeven moment. Maar het was wel leuk om te zien dat het weer een beetje beter werd. Dus dat zag ik de hele tijd van de auto's, van fietsers. Dus het was heel moeilijk om veilig te fietsen. Maar daar heb ik ook die camera op de fiets gebruik. En dat wel gevaarlijk is natuurlijk om dat zo op die manier te doen. Dus dat is het wat ik moet hebben. Dat was echt, ik zeg het, niet tegen te zeggen eigenlijk. Dus dit is wat ik gebruik. Het ziet er zo uit. Voilà, dus hierin, ik kan ook alles hierin laten, want ja, ik kan de Kenny dat doen eigenlijk. Ja. En hier ligt onze gsm. Helemaal vergeten. Dus ja. Dus ja. Je moet het proberen, zoals zei je. Dus, het kan ook wel eens een keer gebeuren. Elke dag daarna. Het is niet zo superleuk, maar het moet gebeuren natuurlijk, hè, ja, stofzuigen. Ik merk net op TikTok dat ik er dus 1400 volgers heb. Merci er allemaal voor. Dankjewel om mij allemaal massaal te volgen. Blijf dat vooral doen. Ik heb 2 accounts. De ene gaat binnenkort veranderen van naam. Dus Bolstar blijft gewoon bestaan. Maar de andere, die nu volwassen KD-fans officieel noemt, gaat veranderen naar een andere naam. Welke naam dat gaat zijn, hou nog even geheim. Omdat het toch wel, ja, op een speciale manier gaat geïnguldigd worden. Dus dat zie je binnenkort wel. Ik kan alleen nog zeggen, vond je dit een leuke video? Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie je morgen elkaar weer. Snel weer terug.